Welkom bij deze tip van de week. Deze week gaan we het hebben over het invoegen van een zwaartepunt. Het invoegen van een zwaartepunt kan met behulp van een Smart Revit functie. Als voorbeeld heb ik hiervoor een balkonelementje gemodelleerd. En dit balkonelementje ziet er als volgt uit. En ik kan hier een zwaartepunt aan toevoegen door het balkonnetje te selecteren. Smart Revit Create Modify. Smart Scan. Modify Calculate Parameters. Ik zie dan een overzicht van alle elementen die ik op dat moment geselecteerd heb in deze functie. Zo zie ik een balkon prefab met zijn afmetingen. Ik kan simpelweg rechter muisklik doen op deze regel en kiezen voor de functie Insert Gravity Center Point. Op het moment dat ik daarop klik, kan ik kiezen voor een zwaartepunt. Ik heb hiervoor een family gemodelleerd. En deze family staat onderin deze lijst, namelijk de 200.00 ISR zwaartepunt. Oké. Nou, u ziet 1 van 1 gravity center points were inserted. Oké. En oké. En ik zie dat er heel mooi een zwaartepunt is toegevoegd aan het balkonelementje. Om het even mooi te maken zal ik het balkonelementje rechtermuisklik Override Graphics and View by Element. Dan kan ik er namelijk een stukje doorheen kijken door hem een overschrijving te geven op Transparency. Wat een mogelijkheid is vanaf 2013. En ik zie dat het zwaartepunt is toegevoegd aan het balkonelement. Nou, het zwaartepunt heb ik voor deze situatie zelf gemodelleerd. Die ziet er als volgt uit. Ik zal even de family openen. En in de family zie ik dat ik allereerst hier een rondje heb gemodelleerd. Dit is een detail item, dus dat is voor mijn 2D tekeningen. Mocht ik een aanzicht of een floorplan genereren. Maar ik heb natuurlijk ook in 3D een bolletje zoals jullie net zagen. En dat is een revolve. Een revolve in combinatie met een aantal model lines zoals je ziet hier zo. Die model lines heb ik erbij gemodelleerd om ook in 3D te kunnen maatvoeren. In het project zelf kan ik nu aan de hand van dit zwaartepunt, zoals ik al vertelde, eventueel maatvoering toevoegen. Ik kan ook eventueel instortvoorzieningen bepalen vanaf dit zwaartepunt. En prachtige functie om te gebruiken binnen Smart Revit. Ik heb ook meerdere balkonplaatjes in mijn project zitten. Ik zie hier dat ik hem bij eentje heb toegevoegd, maar ik kan natuurlijk ook die zwaartepunten in één keer genereren voor alle balkonplaatjes. Hiervoor ga ik alle balkonplaatjes selecteren. Dit doe ik met de functie Select All. Dat is natuurlijk per project afhankelijk hoe je het beste de elementen kunt selecteren. En ik kies voor dezelfde functie. Smart Revit Create Modify. Smart Scan. Modify Calculate Parameters. En dan krijg ik in plaats van een lijst van 1 prefab balkonplaatje, zie ik 6 prefab balkonplaatjes. En het is simpelweg nu alle 6 selecteren en heel leuk om te zien is op het moment dat ik hem hier selecteer, selecteer ik hem ook in het project. Een eigenschap van de Smart Revit tabel. Ik selecteer ze allemaal. Rechter muisklik. Insert Gravity Point. Ik kies weer voor het zwaartepunt. Mijn generic model. Oké. En u ziet dat ik nu in elk balkonplaatje een zwaartepunt heb toegevoegd. Hebben die balkonplaatjes verschillende afmetingen, dan zet hij hem ook echt in het zwaartepunt van dat unieke balkonplaatje. En deze functie is redelijk eenvoudig in gebruik, maar super als het gaat om het bepalen van instortvoorzieningen. Dank u wel voor het luisteren.